van Bussel. Ik ben voorlichter van de Broodfondsmakers. En dat is een landelijke organisatie die ondernemers helpt om samen iets te gaan regelen op het gebied van arbeidsongeschiktheid. Veel ondernemers vinden de arbeidsongeschiktheidsverzekering aan de erg dure kant. En het Broodfonds zorgt ervoor dat daar een alternatief voor is. Je gaat dan als ondernemers samen regelen dat als er iemand ziek is, dat hij genoeg geld heeft om de maand door te komen. Het eerste Broodfonds is opgericht in 2006. En op dit moment hebben wij in totaliteit 662 broodfondsen met meer dan 28.000 mensen georganiseerd. Vanavond gaat u hier een lezing geven. En ja, wat verwacht u wat u de mensen kan duidelijk maken? Wat wilt u ze meegeven? Nou, het is eerst en vooral een informatiebijeenkomst. Het begint altijd met snappen wat zo'n broodfonds is en voor jezelf bekijken of het ook echt iets voor je is. De hoeveelheid geld die mensen moeten inleggen, is dat vooraf bepaald of mogen ze dat samen afspreken? Dat is een bepaald schema voor. De inleg die je doet is afhankelijk van het schenkingsbedrag wat je wilt hebben op het moment dat je ziek bent. Dat mag nooit meer zijn dan wat je normaal gesproken uit je bedrijf haalt om van rond te komen. En dat zit dus tussen bedragen van de €750 netto tot €2500 netto in de maand, wat je ontvangt als schenking. Daarbij hoort dan een inleg voor zo'n broodfonds van tussen de €33,75 en de €112,50 per maand. Dus dat geeft al aan dat het wat dat betreft hele andere bedragen zijn dan mensen gewend zijn vanuit de premie. Mensen zijn er precies nodig om zo'n fonds te kunnen starten? Tenminste 20 mensen. Ja, want je moet voldoende mensen hebben om geld op te kunnen brengen als er iemand ziek is. En maximaal 50 mensen, omdat we zeggen, ja, je moet elkaar nog wel goed kunnen kennen. Want dat onderlinge vertrouwen is wel heel erg belangrijk in een broodfonds. Dit is gewoon om goed geïnformeerd te raken. En als je zegt van, nou, dit lijkt me wel wat, oké, dan gaan we helpen om een broodfonds hier in Almelo verder op te starten. We zijn er al 12, dus er zijn meer mensen.